Lieve Soulsearchers, mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor de nieuwe maan in Tweelingen aankomende 6 juni 2024. Um, de nieuwe maan, dus ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen, een tijd van nieuwe beginnen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe dingen manifesteren, nieuwe intenties in de wereld zetten en dat in Tweelingen. Dus ja, Tweelingen, Luchtenergie, de geliefde uh, in de tarot. Tweelingen, is, uh, gaat over het denken communiceert zit vol ideeën voor mij is dat een multitasker van de tarot uh, van de astrologie moet ik zeggen en um, dus ja het kan zijn dat we hier vol ideeën zitten maar dat het dus tijd is om een keuze te maken want wat ik al zei het wordt in de tarot gerepresenteerd door de uh, geliefde en de geliefde spreekt over een keuze de tarotkaart de geliefde heette vroeger ook de keus en dan wel een keuze maken vanuit het hart of in op zijn minst dat aangeleid is, het hoofd en het hart aangeleid worden. Dus wellicht staan we nu voor een keuze, of is het tijd om keuzes te maken, um, om meer aangeleid te zijn, om meer balans te creëren. Um, we hebben namelijk ook uh, Venus, dat conjunct staat met de maan en de zon, dus samenvaart, in dezelfde graad zit. En, um, dus het is hier inderdaad een keuze maken vanuit zelfliefde, vanuit, mm, we zijn klaar hier voor verandering, we zijn klaar om onszelf op een nieuwe manier in de wereld te zetten. Uh, en dat te laten zien. Venus heeft een, een traject van vier jaar nu doorlopen. En vanuit de, de processen die we hebben verwerkt, vanuit de, mm, ja, het proces dat we hier afgerond hebben, zijn we klaar voor verandering. Venus is klaar voor verandering en wij zijn klaar voor verandering. Dus vanuit zelfliefde klaar uh, om dat te laten zien naar de wereld en daarvoor dus ook keuzes maken. De, de enige. Ding wat het inderdaad een beetje countert is Saturnus, dat in uh, in uh, vissen staat. Dat eigenlijk vraagt om rustig aan te doen, slow down, um, de dingen dubbel checken. Het vraagt ook om even een ja, een pas op de plaats te zetten om meer te luisteren naar je intuïtie. Want in vissen is het heel intuïtief. Saturnus zit daar niet helemaal in zijn element. Um, dus contact maken met je intuïtie en je lichaam om de juiste keuzes te maken. Even pas op de plaats voordat je die keuze maakt, wellicht. Uh, het kan zijn namelijk met Pluto retrograde in Waterman dat we hier in een soort van mentale uitputting komen. Dat we zoveel ideeën, zoveel gedachtengangen hebben dat we niet meer... Ja, alles gaat alle kanten op behalve de goede. Dus het is tijd om onze communicatie met anderen te her herbekijken, uh, ons denken te herorganiseren. Um, hier communiceren we vanuit een hoger bewustzijn, van een, een hoger perspectief. We zijn geëvolueerd, dus het is tijd om da dat ook uh, naar de buitenwereld te uiten, eigenlijk. Om mm, jouw waarheid uit te spreken. Eerlijk te zijn naar jezelf, maar dus ook naar anderen. En uh, deze kan een beetje aangeven dat het ook tijd is om grenzen te stellen. Wat werkt er niet meer voor jou? Durf nee te zeggen. Um, zodat je minder in die mentale verwarring zit of in die uitputting zit van alle gedachten die alle kanten op gaan behalve de goede. Het is tijd om je gedachten op één lijn te krijgen en daar ook naar handelen. Dus nieuwe gedachten in de wereld brengen, zetten. Uh, zeker ook tweelingen in, in deze fase van, uh, waar die nu staat. Wij hebben veel geleerd. Uh, Wij hebben heel veel informatie en kennis. Binnengenomen. Nu is het tijd misschien om dat te doseren aan anderen of om dat te delen met anderen, op welke manier dan ook. Ik denk inderdaad aan het, ja, het, het uitspreken, het doseren, het um, op social media of weet ik veel naar buiten toe vertellen. Of dan wel zelfs op te schrijven en daar een boek van maken. Maar het is tijd om, uh, om het te uiten. Dus kiezen om meer aangelijnd te zijn, het hoofd en het hart meer in lijn te krijgen en meer balans te creëren daarin... Juiste keuze maken. Je hart volgen vanuit zelfliefde. Ik, uh, ja, ik denk dat dit een beetje de, de belangrijkste astrologische uh, punten zijn. Anneke gaat de astrologische update niet uh, aanvullen of zelf doen. Zij zit midden in een verhuizing, dus is bezig met haar, uh, ja, een nieuwe setting voor de volgende video's te creëren. Dus uh, even moeten jullie doen met deze korte <laughs> astrologische update. Ik ben vooral benieuwd wat de tarot hierover te vertellen heeft. Dus we gaan meteen even zien. Um, even een paar mededelingen vooraf. Ik heb afgelopen weekend een workshop-introductie in de tarot gehad. En het was waanzinnig. Ik, ik ben nog steeds helemaal energiek van uh, de supersfeer. En, uh, dus, en ik ben zo gemotiveerd. Ik wil dat nog eens doen. Dus ik heb een nieuwe datum ingepland: 6 juli ga ik het nog een keer doen. Dus voor een andere groep. Um, wil je dus geïntroduceerd, geïnitieerd worden in de tarot, weten, uh, leren hoe je daaraan kunt beginnen. En ik zal uh, gedurende die dag, het is dus een hele zaterdag, 6 juli, uh, gedurende die dag ga ik alle grote arcanes ook behandelen. Evenals dus hoe je daaraan begint en een paar mm, type leggingen uitleggen en waar we ook dus verder mee gaan oefenen. Het is hartstikke leuk om te doen. Uh, daarna komt er ook een vervolg met de kleine arcanes, ook een dag. En uh, dus dat, 6 juli. Heb jij liever, de, wil je de tarot leren, maar in je eigen tempo, lekker thuis, heb ik een cursus, videocursus gemaakt, waarbij je in twaalf lessen alles leert over de tarot. En je kunt dat herbekijken zo vaak als dat je wilt. Daar zit een werkboek bij. Um, deze is nog steeds aan min 30%, dus het komt nu op 149 euro. En ik heb een masterclass gemaakt, waarbij ik alle kaarten ondersteboven uitleg in de zes lessen. Deze is 49 euro, dus wens je je te verdiepen in de tarot, wil je daar meer van weten? Alle informatie vind je op mijn website www.solsearch.be, waar ik overigens ook te boeken ben voor privé-readings. We gaan het zien voor het collectief, voor deze nieuwe maan in Tweelingen. Wat is de belangrijkste energie? Hij is dus al voelbaar, want ik neem dit op, we zijn de derde. Ik neem het iets later op door uh, de tarot-workshop uh, dit weekend. Hadden we hadden geen tijd meer, maar dus de energie is er nu al. Drie dagen daarvoor, drie dagen daarna. Zitten we al in die energie? Niet voor jou. En waarom? Mooi. Niet voor jou. Voor mij is dat iets dat op een dienblad wordt aangeboden, maar dat misschien niet het beste is strategisch voor jou. Dus misschien tijd om iets af te wijzen, nee te zeggen. Um, het kan zijn dat er een afwijzing gebeurt, hè, dat jij een afwijzing krijgt. Weet dan dat uh, rejection is Gods protection. Dat is omdat er iets beters bestaat. Dus er is hier iets wat je misschien moet afwijzen dat niet het beste is voor jou. En de vraag waarom? Intro introspectie hier. Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? Wat is mijn doel hier? Wat is mijn missie? Wat is het nut van dit allemaal? Hier gaan we op zoek naar antwoorden. Uh, wat soul search hier. Wat um, existentiële vragen die we onszelf kunnen, uh, kunnen stellen. En misschien moeten we dus inderdaad vragen. Wie, wat, waar en waarom, voordat we iets kunnen, voordat we kunnen beslissen: is dit het juiste voor mij of niet? Voordat we iets kunnen afwijzen. Is dit juist voor mij of niet? Neem even pas op de plaats, doe even een reality check, wees eerlijk naar jezelf. Stel je de juiste vragen voordat je iets aanneemt of dan wel afwijst. Oké, okay. we gaan het zien, voor het collectief. Dit is dus niet alleen voor de tweelingen. Dus iedereen heeft iets van tweelingen in zijn sterrenbeeld, in zijn horoscoop. In zijn, sterrenbeeld, in zijn geboortehoroscoop. Dus op de een of andere manier beïnvloedt ons dat allemaal. Voor het collectief, wat is de belangrijkste energie voor deze nieuwe maan in tweelingen? Mag ik weten? De vier van staven, ondersteboven. Hier kan het spreken over een stabiliteit dat wankelt. Een bompje, beestje, een relatie, een job. Hier wankelt er iets. Er is hier iets niet helemaal stabiel. Oké, okay. wat is dan de uitdaging? Kan een uitdaging op zich zijn? Instabiliteit. De keizerin, stier, energie, onderste boven en de zes van zwaarden. Het is inderdaad de uitdaging om je gedachten op één lijn te hebben. Eigenlijk een beetje te ankeren in, uh, om al die gedachtes te verankeren. De uitdaging zit dus inderdaad te weten welke richting gaan we op? Dat is het juiste. Waar gaan we naartoe? Je gedachten op één lijn te krijgen. En wegvaren van moeilijke tijden. Wegvaren van conflict of instabiliteit. Um, weten waar je naartoe wilt gaan. Is de uitdaging. En met de keizerin. Soms kan het spreken over inderdaad... als er hier een instabiliteit is... Uh, binnen een langere termijn connectie. Kan het een, een, een scheiding spreken... waar we hiervan wegvaren. Waar we het uh, op een rustige manier wegvaren van een conflict. Dat kan een... Um, ja, de keizerin is op een vrouwelijke moeder-energie. Hier instabiel, want ondersteboven. Dus dat kan een bepaalde instabiliteit binnen onszelf zijn, Hè, emotionele problemen die we hebben. Uh, instabiliteit, financieel. Er um, kan een persoon zijn in onze omgeving waar we van moeten wegvaren, want instabiel. Ik ben benieuwd. Wat is dan het advies voor het collectief? om onze gedachten in één lijn te krijgen en weg te varen. te varen naar rustige waters. Hoe gaan we dat moeten doen? Met de wereld. <laughs> Oké, okay, hij komt redelijk ondersteboven, maar zeker in het advies. We zijn hier een bepaalde levensfase aan het afronden. Nogmaals, en het blijft en het is, dat is iets dat het komende jaar nog steeds echt wel gaat zijn. Dus het is niet alleen maar met een nieuwe maan en de drie dagen daarvoor en daarna. Dat is iets dat nog zes maanden uh, gaat duren voordat alles op zijn plek valt. Um, dus de wereld, het einde van een levensfase, begin van een nieuw. Maar er moet dus inderdaad hier nog iets afgerond worden voordat we klaar zijn voor dit nieuwe begin. Het advies hierbij is wel om kleine stapjes te zetten richting die afronding. Want misschien zijn we bang voor de verandering, want het is een grote verandering. Maar het is wel tijd om al kleine stapjes te zetten die kant op. Oké. Okay. En wat is dan? De uitkomst, als wij kleine stappen zetten richting een belangrijke afronding van een levensfase hier. Dan hebben we. Nice! De duivel ondersteboven. De zon onderop. Kijk, de zegenwagen. Ja, dan gaan we volgas vooruit. We zijn hier grote, drastische veranderingen aan het aanbrengen met een ingecalculeerd risico. Voor sommigen is het verhuizen naar het buitenland. Voor sommigen is het inderdaad toxische situaties beëindigen hier. Ik heb heel veel reizen en verplaatsen. Richting de zon, richting het geluk. De duivel ondersteboven in, in de uitkomst spreekt over het, uh, een toxische situatie loslaten. Hier zijn we bevrijd van angst, bevrijd van een verslaving, bevrijd van een, een situatie waarbij de uh, misbruik wordt gemaakt van je goedheid. Dus je blijft hier niet meer vastzitten in een toxische cyclus. De volgende cyclus gaat gezond zijn, gelukkig zijn met de zon. Het is tijd om op zoek te gaan naar het geluk en daar naartoe te gaan. Maar daarvoor moet dus iets afgerond worden. Nog een keertje. Even kijken. We gaan een beetje verder graven. Voor de vier van staven: de instabiliteit binnen een connectie of binnen een bepaalde ja, stabiliteit. Dat hier wankelt. Mag ik weten wat wankelt hier en waarom? Naar de vier van de staven: wat wankelt er hier? Dat wankelt veel te veel hier. Ik ga het allemaal niet doen. Ah, nee. de kurk is wel leuk voor het geluid te dempen, maar dit plakt. <laughs> en Je ziet dat draadje dat irriteert mij. Uh, de vier van staven. Ik was dat zwart kleed een beetje beu nu met de lente dat er zo gezegd is. Ik heb hem nog niet echt gezien. Maar... De Aas van Kelken. Uh, wat er wankelt. Hm. Dat kan een nieuw begin zijn in de liefde wat hier, uh, waarbij we niet helemaal gaan naar de volgende fase, want ik heb hier een bang hartje. Dus dat kan een nieuw begin zijn, een nieuwe stabiliteit dat we willen creëren, de volgende fase binnen een relatie. Maar bang hartje of de, de maan, de oké. Okay. Um, de aas van kellek ondersteboven dus kan spreken over een emotionele remming, dus We beschermen het hart hier. Staan niet helemaal emotioneel open. Ik kan spreken over verwarring. Richting een nieuw begin. En met de maan. Heel veel gevoelens. Maar die worden allemaal onderdrukt. Dus ik heb hier. Misschien binnen een connectie. Maar ja. Connectie. Dat kan dus ook professioneel zijn. Hebben we heel veel gevoelens. Maar we blokkeren die. Verwarring. Ja. Mag ik nog weten voor die vier van de Daar gaan we heen doen. Twee dat op de grond liggen dan weer wel. Vraag me niet waarom. De twee wat staan aan het Rad van Fortuin. <laughs> ja, We manifesteren hier inderdaad een heel nieuw begin. Je hebt de wereld in eigen handen, een nieuw hoofdstuk. Je manifesteert het, maar met de Rad van Fortuin. Kan dit een, uh, een terugkerend probleem zijn dat zich voordoet. Of dan wel, het is gewoon nog niet helemaal. Het juiste moment om naar de volgende fase te gaan of uh, om de plannen door te voeren hier. Wat een beetje voor verwarring zorgt of een bang hartje zorgt. Ben je nu hier een heel nieuw wereld inderdaad aan het manifesteren? Is het nog niet het juiste moment, want er moet nog iets afgerond worden? En we willen wel dat nieuw begin, maar we zijn een beetje bang. Dus ik kan zelfs hier een beetje spreken over je stelt bepaalde dingen uit, want het is toch wel eng. Um, voor anderen heb ik hier een nieuw begin in de liefde, maar is er een soort van terugkerend probleem waardoor we niet de stabiliteit kunnen creëren samen. Um, we manifesteren en we staan er ergens wel voor open, maar ik heb iemand hier met een heel bang hartje en die de gevoelens een beetje onderdrukt. Je wordt hier ook een beetje gewaarschuwd om inderdaad een bepaalde niet dezelfde uh, fouten te maken of in dezelfde karmische cyclus te blijven ronddraaien hier. Want het rat ondersteboven kan spreken over een soort van karmische cyclus, maar die we maar blijven herhalen, want we, le we leren de les niet. We, we blijven op diezelfde rotonde vastzitten, want we luisteren niet. Het hart is niet helemaal open hier. Hm. Verklaar dan uh, de uitdaging met de keizerin en de zes van zwaarden in de uitdaging. Verklaar de uitdaging. De keizer, huppakee. De ridder van staven, sexy ridder. Ondernemend, gepassioneerd. Hallee, Zit zit heel ver weg. Ik ga het even op pauze moeten zetten. Van de hele stapel was er eentje omgedraaid, dus die heb ik genomen. En dan was de vier van zwaarden ondersteboven. Dus de uitdaging is hem, als het persoonlijk is, dat we inderdaad uh, uit een helend proces komen: uit een, uh, een moment van instabiliteit, een moment van persoonlijke heling, of uit een scheiding komen. Hier uh, klaar voor de strijd. We zijn klaar om te varen naar de volgende fase of uh, nieuwe mogelijkheden: naar een keizer, wellicht gepassioneerd vooruit te gaan, maar misschien moeten we daarvoor nog iets achterlaten. De vier van zwaarden kan ook spreken over iemand waar we geen communicatie meer hebben gehad. Een tijdje stilte. Hier komt deze gegalopeerd uh, binnen, gepassioneerd, wild vooruit. Uh, dus voor sommigen is dit inderdaad... nieuwe liefde. Maar voor mij is dit wel iemand die we dus al kennen op de een of andere manier. Ik heb hier een keizer in ondersteboven en een keizer. Dus ik heb hier op zich wel het goddelijk koppel, het goddelijk mannelijke en het vrouwelijke. De vrouwelijke energie is hier uh, verstoord in de zin van misschien overweldigd van gevoelens, te gevoelig. Of juist niet helemaal in contact met het, met het gevoel. We hebben geleerd ondertussen dat we ons hart moeten beschermen. Uh, en is het misschien nu krijg je hier iets op een diemlat aangeboden... Maar het hart is niet helemaal open. Dus de uitdaging. Ja, ik wil toch even kijken naar die ridder van staven. Want ik heb hier op zich wel. Kan jij zijn die gepassioneerd vooruit wilt gaan. en een zelfstandige onderneming uh, wilt creëren. of voor een uh, hele stabiele structuur wilt werken. na een tijdje van heling, rust, vakantie. en varen naar rustige waters. Maar het is de uitdaging. Want bang hartje. Ja. Of dan wel komt er hier een. Sexy ridder of ridderes, Na een van geen communicatie, jan-kant op. En dit kan dus ook vriendschappelijk. Dit kan een vaderfiguur zijn, een moederfiguur, dit kan familie, vrienden. Um, en deze wilt varen naar rustige waters. Oké, okay, verklaar die ridder van staven. Wie is dit en wat komt hij hier vertellen. Het kan jij zijn die gepassioneerd, geïnspireerd, vooruit wilt. De zes van staven. Deze komt vertellen dat hij heel veel gevoelens heeft en onderdrukt. <laughs> Weer met de maanvis, geeft energie. Wat heb ik nog? Ram, stier, steenbok en de vaste sterrenbeelden. Dus inderdaad waterman, stier, leeuw en uh, schorpioen. Um, deze komt vertellen dat hij de strijd bel wil begraven of de dingen op een andere manier wilt aanpakken. Met de vijf van het staven ondersteboven laten we het op een andere manier doen. Um, want er zijn wel veel gevoelens. Ik weet niet of die, die ze echt uitspreekt, maar die zijn er wel. Laten we het op een andere manier aanpakken. En met de keizer dan denk ik zeker aan structuur, aan de zaak op orde brengen, uh, stabiliteit creëren. Oké. Okay. Dus ja, de uitdaging varen naar rustige waters met een baasbedrijf of persoon. <laughs> Een zelfstandige onderneming aangaan, gepassioneerd vooruitgaan. Maar ik heb wel eerst tijd nodig, inderdaad, voor heling en uh, pauze, rust. Pas op de plaats. En waarna je klaar bent voor de strijd en klaar bent om je tanden ergens in te zetten en ervoor te gaan, maar voor mij ook wel op een andere manier. Doe een reality check. Wat werkte voor jou? Wat werkte niet? Met twee keer de maan, ik heb hier ook heel veel intuïtie. Dus het is ook wel tijd om daarna te luisteren. Oké. Okay. Ik verklaar dan de, uh, het advies met de wereld. Ik verklaar de wereld in het advies ondersteboven. De drie van staven. Kleine stapjes. De schildknaap van Kelken. Baby-stapjes hier om inderdaad een cyclus af te ronden. En uh, nieuwe plannen te maken naar de toekomst. Er zit een beetje uitstel in. Uh, de goddelijke timing is hier een beetje. We gaan wel een stapje verder. We gingen hier van het Hier stonden we in de twee van staven-energie. Dus. Je manifesteert heel perfecte energie voor deze nieuwe maan en het advies is het wel van maak al wel wat concrete plannen. Weet dat het niet voor nu is, weet dat er misschien een uitstel gaat plaatsvinden, want de goddelijke timing. Uh, met de schildknaap van Kelken, geel nieuw beginnen in de liefde, je hart volgend. dat kan een kindenergie zijn hier. Uitstellen hier om. Uh, kinderen te gaan totdat de obstakels verwijderd worden. Um, de schildgraaf van Kellekonders ondersteboven kan spreken over een dagdromer. Heel kinds energie. Um, in de liefde kan dit iemand zijn die het moeilijk vindt om uh, emotioneel open te staan of om te communiceren over gevoelens, om zich kwetsbaar op te stellen. Het is wel tijd om, als je dat van jezelf beseft of beseft van de persoon met wie je te maken hebt, um, wel tijd met de Zeven van het Staven om de barrières een beetje te laten zakken? Misschien zijn we gewend om een beetje van ons af te duwen hier. Iemand doet dat hier. Um, weg te duwen. Het is tijd om, uh, om het toe te laten om je kwetsbaar op te stellen, denk ik hier zeker. Um, voor sommigen, als we hier inderdaad, bijvoorbeeld met de keizerin ondersteboven, kan een soms spreken over een scheiding, kan het hier zijn dat we misschien. Um, kleine stapjes nog moeten zetten over, weet ik veel, de verdeling. Wat de kinderen betreft, of iets met kinderen. Um, ik heb wel het gevoel dat we niet te hard moeten vechten hier. Um, ah, ja. Dat met op, op goddelijke timing vallen de dingen wel op hun plek. De, zee, de zeven van de staven kan spreken over overgeven, um, je overgeven aan een bepaalde situatie. Opgeven was het, opgeven. Ah. Ja. Moeten we hier een niet-constructieve prillenliefde opgeven, dat toch inderdaad met bang hartje blijft en eh, niet emotioneel openstaat, zodat we open kunnen gaan staan voor andere dingen. Ja, dat kan zeker. Ik blijf inderdaad een soort van karmische cyclus zien van. Is er prille nieuwe liefde binnengekomen? Is dat precies hetzelfde als de afgelopen twintig? Uh, het is nog steeds hetzelfde karmische cyclus waarbij je inderdaad even pas op de plaats vraag je af waarom trek ik dit aan? Waarom gebeurt mij dit? Wat kan ik in mezelf helen zodat uh, ik een keizer aantrek en niet allemaal mensen ondersteboven? Uh, wellicht omdat we de keizerin ondersteboven zijn. Man of vrouw, uh, mm -hmm. niet volledig in de zelfliefde. Nou, is dat ook onge ongeveer de moeilijkste taak die we hebben in het leven? Maar we zitten blijkbaar wel in afronding van een levensfase waarbij we die dingen niet vanuit zelfliefde hebben gedaan, maar waardoor we dus ook allerlei bepaalde patronen zijn blijven herhalen, toxische situaties hebben aangetrokken. En dit kan dus inderdaad op ieder front, hè? dat hoeft niet in een relatie te zijn. Dat kan een relatie met jezelf of met familie zijn. Het kan een relatie met collega's of het werk zijn. Maar we zijn hier een levensfase aan het afronden waarbij we niet vanuit de onvoorwaardelijke zelfliefde en respect uh, mm, daaruit komen. Dus als iemand zich hier emotioneel niet kwetsbaar durft op te stellen, is het misschien tijd om dat op te geven. Want we blijven maar strijden en vechten, maar dat blijft een soort van uh, eeuwige strijd. Het is tijd om je rug te keren met de drie van staven ondersteboven en de andere kant op te kijken en plannen te maken naar openstaan voor nieuwe dingen. Dit is een levensfase die we hier afvonden, waarbij we niet geluisterd hebben naar onze intuïtie, het gevoel, alles hebben onderdrukt. Het is tijd om emotioneel open te staan hier. Okay. En verklaar dan de duivel in de uitkomst ondersteboven. we laten hier angsten los, patronen los. Mensen die van goedheid profiteren met de gewonde strijder. De duivel ondersteboven. Uh, nee, recht overeind nog een keer. Steenbok energie. Waar ik weet. En de ridder van pentakels. Ondertussen twee ridders. Moeten we iets toxisch loslaten voor iets wat minder toxisch of niet toxisch is? Dat kan. Uh, langzaam maar zeker. Ik heb hier eerder een gepassioneerd gedreven, soms player-energie. Uh, in ieder geval impulsief. En uh, hier heb ik eerder of zelfs theatraal. Hier heb ik eerder iemand die langzaam en doordacht en echt wel wilt opbouwen en ja, betrouwbaar. Dus moeten we iets toxisch loslaten om langzaam maar zeker vooruit te gaan met de juiste job, persoon, situatie? Ja. Uh, met de negen van staven. De gewonde strijder. Deze houdt angstvallig vast aan de negen staven die hem verwond hebben. Uh, die heeft opgebouwd en ze staan. En het bloed, zweet en tranen heeft het je gekost om hier te staan. We zitten in een negen. Dus ja, de tien, de afronding is nog één stapje zetten buiten de comfortabele zone. En we houden een beetje angstvallig vast aan, aan het duivelse, aan, aan de, de, een ongezonde situatie, persoon, plek. Uh, verslaving. Het gaat tijd kosten om deze patroon of deze toxische situatie uh, los te laten, want we hebben zoveel meegemaakt samen, want bloed, zweet en tranen heeft het gekost, want dit is een deel van wie ik ben, dus het gaat langzaam, maar we doen wel, we zetten hier wel al de intenties, we planten wel al de zaadjes, we weten dat het tijd gaat kosten, maar we hebben hier uh, het doorzettingsvermogen om daar Tijd in te blijven steken. Ja, ik heb hier een soort van ontwakening. Van, we moeten hier iets opofferen. om los te breken uit een vastzittende situatie. Hier laat je het los. En hier heb ik de geliefde tweelingen-energie. Uh, misschien moeten we een zombie-connectie loslaten. voor iets wat ongezond of toxisch is. voor iets anders. Maar we kopig aan hebben vastgehouden. Dan heb ik hier eerder een karmische relatie. En karmisch is zeker niet slecht. Eh, met de duivel, dat hoeft niet altijd toxisch te zijn in, 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 uh, in een hele vieze manier, maar dat kan ook gewoon zijn van uh, ongezond. Karmis zijn relaties die ons bepaalde lessen leren, bepaalde spiegels voorleggen, zodat we daaraan kunnen werken en helen. En misschien is hier de cirkel rond. We hebben elkaar geleerd wat we kunnen leren en is het tijd om niet meer weg te lopen van de waarheid, maar... Los te laten. Zullen we nog even kijken naar die ridder van pentakels. Ik wil toegeven weten van ja, dat zal voor iedereen anders zijn natuurlijk. Dat is voor het hele collectief, maar dit kan dus jij zijn die langzaam maar zeker nieuwe richting op gaat, nieuwe zaadjes plant. Of dit is een trage ridder die aan kant opkomt, verklaar de ridder van pentakels, maar die ook wel tastbaar en concreet iets aanbiedt hier. Jij die je iets aanbiedt. Hetgene wat hier aangeboden wordt, brengt ook wel weer wat angsten met zich mee. Het Rad van Fortuin, nog een keer ondersteboven. Veel herhalende kaarten. De Zegenwagen, ondersteboven. En de Koning van Zwaarden. Laterman, gaan. Tweelingen, Energie, boogschutter. Ja, voor sommigen heb ik hier inderdaad een, een uitstel van een verhuizing, een verplaatsing, een reis. Een, uh... Want is het is niet het juiste moment. Misschien moeten we daar zakelijk. Uh advies voor inwenen of er iemand bij, bij nemen, een uh, deskundig persoon. Ik heb hier ook het gevoel dat we een beetje uit een emotionele chantagecyclus uh, komen. We laten ons hier niet meer beïnvloeden. We zitten hier heel rationeel, heel uh, bijna zakelijk. Dus ja, als dit iemand is dat Jan Kant opkomt, heb ik weer het Rad van Fortuin. Dus deze komt traag die zegt van het is nu nog even niet het juiste moment, maar op goddelijke timing gaan we naar de volgende fase. Gaat er stabiliteit komen? Uh, gaat de job er zijn? Um, dat kan. Anderzijds kan het zijn dat het iemand is die inderdaad in die, een terugkerend, iemand die terugkeert of een terugkerend probleem met emotionele chantage. Dan heb ik inderdaad, neem dat dan een advocaat of een adviseur, laat je adviseren om uit die cyclus te komen hier. Om uit een bepaalde toxische situatie te komen. Vraag om hulp. Bespreek, bespreek het met anderen, wie weet kom je tot nieuwe inzichten. Um, wat is nog een boodschap van het universum voor het collectief voor deze nieuwe maand in Tweelingen komende week periode Dat mag ik nog meegeven voor het collectief voor de hele maand juni staan trouwens alle sterrenbeelden online, dus wil je meer weten voor jou specifiek voor jouw sterrenbeeld kijk zeker. Uh, de Prinses van Herfst. Goed nieuws wat betreft je carrière, bevordering of toelage. Dat kan goed nieuws zijn, maar het kan zijn dat er ook wel wat strings, atta strings, strings attached zijn. Of goed nieuws, maar met uitstel. Goed doordachte plannen die perfect verlopen, een duwtje nodig hebben om op gang te komen. Dit is de schildknaap van pentakels. Dus inderdaad, leergierig en nieuwsgierig ergens instappen. Informatie inwinnen. Uh, nieuwe zaadjes planten. De vier van lente. Wees dankbaar. Je hebt zoveel te vieren. Gevoelens van diepe vreugde en geluk. Een gelukkig privéleven. Ik wil dat nog eens. Daarvoor moeten we iets toxisch loslaten. En wat ik zeg, aangezien het voor iedereen op een ander front zit, dit kan een verslaving, een persoon, een situatie, een plek, iets waarbij dat... Uh, ja, dat, dat niet goed voor jou voelt niet meer. De twee van Kelken: verliefd worden of een serieuze verbindenis met iemand aangaan. Vergeving en de oplossing van problemen geeft niet op je relatie kan worden geheeld. Ja, in het advies heb ik eigenlijk wel dat er iets opgegeven moet worden: dat niet constructief is, dat niet naar de volgende fase gaat, dat niet stabiel is of niet meer stabiel is. En dan de zes van Pentakels: wie goed doet, goed ontmoet. Karma: een onverwachte toestroom van geld. Verstandig geld lenen of een schuld terugbetalen. De zes van Pentakels is een, een balans creëren tussen wat je geeft en wat je ontvangt. Geef jij veel te veel, is het tijd om meer balans te creëren. En misschien, dus, inderdaad, wat uh, nee durven te zeggen, grenzen durven te stellen, uh, meer durven te vragen. Die mm. goed doet, goed ontmoet. Met de manifesteren met de maan. Orakel. Wat mag ik nog meegeven voor het collectief van deze komende periode? Dank u. Hou je hart open. Eerste kwartier in Weegschaal is september, eind september. Hou je hart open. Ik heb hier iemand die inderdaad behoorlijk beschermd of bang is om zich kwetsbaar op te stellen, om open te staan voor en daardoor heel veel gevoelens onderdrukt. Stel je, vraag je af waarom. En is het nog nodig om je zo te beschermen? Hou je hart open. Wat doe ik nou? Dan wil ik nog een laatste boodschap van de engelen. Orakel. Dan mag ik nog van de engelen meegeven voor het collectief. Alles komt goed. Wij, je engelen, zijn aanwezig om jou te koesteren, beschermen en genezen. Vertrouw op de genezende kracht van liefde. Wij houden meer van jou dan je ooit zult weten. Alles komt goed. Oké, okay. en diversiteit. Hmm. De wereld zou saai zijn als we allemaal hetzelfde zouden zijn. Wees blij dat jij uniek bent. Je bent speciaal en geliefd. Diversiteit. Een hele mooie boodschap om je af te sluiten. Ik uh, hoop oprecht dat je hier iets aan hebt. Laat het me weten. Like, deel, abonneer je. Is volledig gratis. Uh, laat mij weten dat je resoneert met de boodschap. Kom je ook meer in contact met mijn energie en met de kaarten. Waardoor de kans groter is dat ik uh, een boodschap specifieker voor jou heb. Dus abonneer je. Uh, kijk op mijn website. Wil je een privé reading boeken? Of interesse in het tarot te leren? Aankomende 6 juli is er dus nog een workshop. Bij mij in Antwerpen. Ik ben van plan om andere data te uh, organiseren, of andere plekken te organiseren. Ik denk dat ik op YouTube een pool ga maken van verschillende locaties om te zien van is er animo en waar dan. Um, dus hou de, de community pagina even op, uh, in, in het oog. Ik, uh, ja, ik dank je wel dat je deze kant op bent gekomen. Dank je wel voor het kijken, dank je wel voor het liken en het abonneren. Ik uh, stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. En ik zeg tot snel.